Zo, welkom terug allemaal in de video van vandaag. Een snel overzicht van mijn Minolta lenzen. Ik gebruik deze lenzen op mijn X700 Minolta Spiegelreflexkamer. Dus het is een manuele of je kunt het ook automatisch gebruiken. Het is een filmcamera, 35 mm spiegelreflex. Dus je ziet de spiegel ook zitten. En die maakt gebruik van de Minolta MD bevestiging, dus dit zijn allemaal Minolta MD lenzen. En wat die lenzen allemaal gemeenschappelijk hebben, naast het feit dat het dus Minolta lenzen zijn, is dat ik ze stuk voor stuk voor 50 euro of minder online gekocht heb, tweedehands. Dus uh, dit is bijvoorbeeld de 50mm 1.7 lens. En je zult zien: ik heb geen telelens, dat is het enige wat ik nog niet heb van Minolta. En dit is eigenlijk mijn standaard lens, die gebruik ik voor portretten, voor beeldvulde portretten en dergelijke meer, bij gebrek aan een echte telelens. Dus een 85mm zou nog wel aangenaam zijn. Maar dan moet ik eens naar op zoek gaan. Dus een 1.7. Zeer lichtsterke lens. Je ziet het ook aan de opening. Een zeer interessante lens. En qua bevestiging dus heb je dus de zoomring op die lenzen. En een diafragmaring. En een, een aanduiding van de scherpte-dieptebereik. En die rode bol zou je ook terugvinden op al die lenzen. En die moet je eigenlijk uitlijnen met dit rode punt bij het bevestigen en dan vastdraaien. Om los te draaien kun je deze knop hier ingedrukt houden. En dan kun je de lens ontkoppelen. Dus dat was de 50 mm 1.7. Een heel interessante standaard lens. Dan iets breder, en ik denk dat ik zelf deze het meest gebruik, is de 35 mm 2.8. Je ziet ook dat die iets compacter is nog. Eigenlijk, nee, het scheelt bijna niks. Ik heb niks gezegd, het scheelt misschien een millimeter. Ik dacht dat deze compacter was. 2.8 is wel iets lichter omdat je minder glas hebt, natuurlijk, maar is minder licht. Sterk. 35 mm is ideaal voor straatfotografie, voor omgevingsportretten en dergelijke meer. Dus je hebt iets meer bereik dan die 50 mm. Maar je kan er nog altijd ook wel dicht mee op je onderwerp gaan, als dat nodig is, zonder dat je echt veel vertekening krijgt. Het is ook een heel interessante compacte lens. En dan denk ik de duurste van deze. dus Deze heeft me echt 50 euro gekost. Terwijl deze minder zal geweest zijn, is de 28 mm. F2.8, dus opnieuw nog iets breder dan die twee. Dit is al een echte breedbeeld. Uh, breed of breedhoeklens Een uh, 2.8, dus even licht sterk als die 35 mm. Iets minder dan de 1.7 50 mm standaard lens. Ideaal voor landschappen. Uh, kan ook gebruikt worden voor straatfotografie, voor, voor portretten, minder, want 28 mm is al vrij vertekenend beeld dat dat geeft. Tenzij dat, dat je natuurlijk echt over omgevingsportretten gaat, dan is het misschien nog bruikbaar. Maar dus ook een, uh, iets minder gemakkelijk te vinden, die twee zijn gemakkelijk te vinden. Die is ook heel makkelijk te vinden. Deze is iets moeilijker, is dus de 28 mm. En dat is de breedste hoek die ik heb. Dit is eigenlijk een lens die tussen die twee, dus als we deze op een rij zetten, hebben we de 50 mm. De 35 en de 28. En deze lens, de 45 mm opening 2, valt daar eigenlijk tussenin. En dat is eigenlijk een lens die volgens mij destijds gemaakt is als budgetoptie voor deze. Dus dit is een vrij betaalbare lens. Ook, ook nieuw was een betaalbare lens. Maar deze is echt voorzien als nog compacter. En is wel maar opening 2, dus iets minder lichtsterk dan deze. Maar je ziet dat deze wel echt compacter is van formaat. Dus dit is eigenlijk een soort van pancake lens. Heel compact op die verschillende Minota-bodies. En toch nog vrij licht sterk met die opening 2. En een beeld ook die ongeveer overeenkomt met standaard dus 50 45. Zo'n verschil maakt dat niet. Deze lens gebruik ik niet zo heel veel. Maar als je een Minota-camera zoekt, tweedehands, is de kans groot dat er ofwel geen lens bij zit, ofwel deze. Of misschien die 50 mm standaard lens. Ik denk dat, deze, dat de kans het grootste is dat deze erop zit. En de reden dat ik deze lenzen snel even overloop, is niet zozeer omdat ik jullie wil laten zien hoeveel minota-lenzen ik heb. Maar het interessante is dus het feit dat ik al zei dat je die heel goedkoop kunt vinden. Maar ook dat je die kunt gebruiken op, op systeemcamera's. Zoals bijvoorbeeld deze recente Sony Alpha 7. Er bestaan adapters om van deze bevestiging naar die bevestiging over te gaan. Ik heb hier een voorbeeldje bij een MD. NEX adapter. Dus die MD is de Minolta bevestiging, dus dit gedeelte hier is Minolta en je ziet hier al die rode bol terugkomen voor het bevestigen van die lenzen. Maar aan de andere kant zitten we dan met een Sony bevestiging, dus dit kan ik perfect hierop monteren en dan heb ik eigenlijk de mogelijkheid om die Minolta lenzen op mijn Sony te gebruiken. We zouden nog een afzonderlijk video voorzien waarbij dat ik de verschillende instellingen van de Sony overloop. Om die manuele lenzen te kunnen gebruiken. Maar dat volgt in een andere video. Bedankt voor het kijken en tot de volgende!